Leuk dat je weer kijkt naar deze video met daarin een aantal social media tips. En dit keer gaan we het hebben over het falen op social media. We zien nog steeds dat heel veel bedrijven het lastig vinden om resultaat te halen uit hun social media. Maar ook om het consequent bij te houden. En daar gaat deze video met name om. Wat zijn nou de 3 valkuilen waarom de meeste bedrijven falen op social media? Nou, het eerste belangrijke aspect daarbij is wel tijd. Het maken van posts, filmpjes, gifjes, stories, etc. kost gewoon veel tijd. Dus als je in een bedrijf zit en je hebt eigenlijk maar 1 marketeer en die werkt maar 20 uur per week en die doet dan ook nog een stukje sales en een stukje secretariaat erbij, ja, dan moet je niet verwachten dat die dan ook nog even magisch 8 uur in van die 20 erbij tovert waarin die met social media aan de slag gaat. Het goed bijhouden van een aantal social media kanalen zit zo toch al gauw op een halve dag tot een dag per week. Het is gewoon een paar uur per dag die je wel kunt vullen met het volgen, het reageren en het bedenken van een post. Natuurlijk zijn er dingen die je sneller kunt doen en als je er wat handiger in wordt, dan gaat het allemaal wel wat beter. Alleen, ja, het neemt niet weg dat het gewoon tijd kost. Als ik kijk hoe lang ik soms wel eens bezig kan zijn met gewoon het maken van een foto of een quote of die ene stokfoto zoeken. Ja, dat is echt wel, dat kan soms uren in beslag nemen. Dus dat is, hou er rekening mee dat het gewoon tijd kost. En veel bedrijven die denken, ik doe het er even bij. Maar ja, dat bijdoen, dat kan gewoon niet meer. Iedereen op social media begint steeds meer nu in de eredivisie te spelen. Dus jij kan niet meer met je D-elftal aankomen en hopen van, nou, ik maak ook nog een beetje kans. Zo werkt het niet meer. Je zult echt serieus tijd ervoor moeten reserveren. En een ander aspect dan, nummer 2 reden waarom het vaak niet goed gaat op social media, is omdat er geen geld voor wordt gereserveerd. Social media is niet gratis, hè? Dat denken wel nog steeds veel bedrijven. Alleen het posten, het bedenken, het monitoren, ja, dat zou je dan nog een beetje als eigen tijd kunnen zien. Alleen ja, het organische bereik op je Facebookpagina of je Instagram account is niet meer van wat het was ten opzichte van 6 jaar geleden. Dus je zult consequent geld moeten investeren of bereid zijn om te investeren om je bereik groter te maken. Ik vergelijk het in training altijd met een vijver en daar zitten vissen in. En jij hebt op je Facebookpagina de afgelopen jaren 200 of 300 van die visjes bereikt op je account. Nou, superleuk natuurlijk, hè? Het zijn vrienden, familie, bestaande klanten, weet je, hier en daar wat mensen en nou, leuke club mensen. Alleen, ja, die gaan niet continu bij jou kopen. Hè? Om je bedrijf te laten groeien heb je nieuwe vissen nodig. En die vijver van jou, die groeit niet zo hard. Maar in een andere vijver, daar zitten wel jouw potentiële doelgroep. Dus hoe ga jij nou met jouw content in die vijver van die anderen komen? Dat lukt je niet meer echt door dat like, deel, etc. Je hoopt dat dat op gang komt. Maar zelfs dat is al vrij beperkt. Dus je zult dus zelf moeten gaan adverteren om heel gericht bij de juiste mensen in hun tijdlijn te komen. Gelukkig zijn de kosten erg laag, maar ja, normaal het geld wat je zou uitgeven voor een full color business blaadje, dat kun je dus nu beter gaan stoppen in je Facebook adverteren, want daarmee zul je merken dat je gewoon veel meer bereik gaat krijgen. Natuurlijk kun je ook adverteren op LinkedIn, hè? Daar hangt wel een ander prijskaartje aan, maar wees bereid om geld te investeren. Maar ook in bijvoorbeeld tools als Photoshop en Premiere Pro. En misschien heb je wel een analytics tool nodig. Of Hootsuite waarmee je alles kan gaan klaarzetten. Of OnlyPult waarmee je de stories kan gaan klaarzetten. Ja, al dat soort tools kosten gewoon een paar tientjes hier, een paar tientjes daar. Dus als je nou niet bereid bent om 50 tot 100 euro per maand gewoon uit te geven aan benodigde software tools. Ja, dan verlies je het ook. En zeker als je met Canva gaat werken, het werkt toch net niet zo helemaal lekker als je dan toch een eigen Photoshop licentie op je computer hebt staan. Dus dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste. We hebben het dus nu gehad over tijd. Dat moet een prioriteit worden. En het moet vooral ook geld moet een issue zijn. Of dat moet eigenlijk no issue zijn. De derde punt, waarop haken veel bedrijven af en waarom hebben ze geen succes op social media? Dat is dus omdat ze geen creativiteit hebben. En die creativiteit is bij heel veel ondernemers echt laag of zo, of weg, of ik weet ook niet precies wat het is, maar vaak weten mensen gewoon niet wat ze moeten posten op social media. En dat is echt een gemiste kans, want het is zo makkelijk om content te bedenken die je gewoon op je social media kanalen kunt posten. Het hoeft geen CNN kwaliteit te zijn en je hebt niet iedere week een onderzoeksrapport van 30 jaar klimaatstudies, etc. Maar er is zoveel makkelijke snack content die je kunt posten op je kanalen om zichtbaar te blijven. Zeker als je gewoon een eenmanszaak bent of je bent een MKB'er. Er is echt legio content wat je gewoon prima kunt gebruiken. Even een ander sausje erover, een zinnetje iets korter verwerken, fotootje erbij, quoteje van maken en bam, je kan het weer posten. Denk niet zo moeilijk.
Nou, dat is vooral met creativiteit. Je moet echt een soort voelspriet ontwikkelen waarmee je denkt van, oh, deze content of deze quote of dit gebeurtenisje of deze opening, dat is super gaaf, die moet ik gaan posten. En als je dat gaat doen, dan zul je wel merken dat er vervolgens ja, magische dingen gaan gebeuren op je social media. Dat er gewoon meer likes gaan komen en dat er meer reuring, actie, et cetera, komt en meer volgers. Dus deze drie dingen, tijd, geld, creativiteit, heb je die niet in je organisatie? Ja, stop dan maar. Dan heeft het eigenlijk geen zin om met social media echt aan de slag te gaan. Dus je moet die drie dingen goed onder de knie krijgen als ondernemer. Je moet een master worden in dat gebruik van social media. En heb je dat wel, heb je dus een beetje tijd of investeer je de tijd in of koop je tijd, dat kan ook. Stop je er geld in, dus je bent bereid om gewoon 500 tot 1000 euro per maand te gaan adverteren. En je hebt heel veel creativiteit in het maken van content, videoproducten, stories, etc., dan kun je wel resultaat halen op social media. En geloof me, een hele hoop van jouw concurrenten liggen gewoon te slapen. Die doen dit allemaal niet. Die komen niet veel verder dan gewoon de aanbieding van de week of een of andere loze post van een quote die ze van Pinterest hebben gejat. Echt waar, het is, als je het een beetje goed wil doen, zo makkelijk om te scoren. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Bedankt dat je tot het eind hebt gekeken. En mocht je nou meer willen leren om deze drie punten goed, echt tot een plan zeg maar, door te gaan voeren in jouw campagne. Je kan mij natuurlijk altijd bellen voor een cursus. Kom ik graag bij je langs. Of kijk eventueel naar de online cursussen als die beschikbaar zijn over dit onderwerp. Groetjes, vergeet niet om te abonneren. Blauw duimpje. En dan zie ik je graag weer in een volgende video.